Van daaruit worden die auto's dan geprepareerd, race klaargemaakt of in ieder geval demonstratie klaargemaakt. Want daar heb je natuurlijk over het algemeen over. Veel van dat prachtige historische materiaal wordt vrijwel nooit meer geweest, maar wel demonstratie gereden. Heel belangrijk dat dat zaadje ongelooflijk goed wordt onderhouden. Parkeerplaats waar iedereen met een Porsche zijn auto kon parkeren naast de overkant hier. Dus als je dan ook liefhebber bent van niet alleen racende Porsches, maar ook gewoon weg Porsches, dan kun je daar nog even je hart op halen. Dat die banden in ieder geval harder, zwaarder op de weg gedrukt worden, waardoor ze...